hele goede avond. Ik ben een slechte vlogger. Ik ben het gewoon weer vergeten. Nou ja, maakt niet uit. Laatste werkdagje gehad vandaag en dat werd een heel kort werkdagje. Ik heb echt maar tot 11:45 of zo gewerkt. En toen ben ik wederom gaan fietsen. En dan ga ik het voor jullie even opzoeken. Kijk, weer BH op de achtergrond, hè. Ik leer het ook gewoon niet. Zie je? Lekker stukje gefietst. Nog even met mijn ouders lekker op een terras gezeten ondertussen. Theetje gedronken en er zat heel schattig zo'n ijsje in. Het was echt een echt ijsje. Dus ik heb een ijsje gegeten. Yay! nou, vrijdagavond, jullie kennen het inmiddels van me. Mochten er geen gekke dingen zijn en die zijn er niet, heb ik lekker mijn chillavondje. En ik krijg een berichtje. Morgen naar Den Bosch en het wordt morgen 24 graden. Dus we gaan gewoon van terras naar terras. En zo, denk ik, gok ik. Ja, dat komt wel goed hoor. Ik heb een lipkleur op waarvan ik denk, moet ik misschien niet meer zo heel erg doen. Oh, en niet alleen dat is het geval. Maar mijn mascara zit op mijn knieën. Nou, poets het er straks wel even af. Morgen naar Den Bosch. Heb ik heel veel zin in. Ik rij hier rond 11:45 weg. Ik moet eerst nog even tanken. Voordat ik wegga. Zondag ga ik natuurlijk weer fietsen. Of natuurlijk wil ik weer gaan fietsen met Pama. En dan neem ik de camera mee. Terug. Voor die tijd komen ze hier natuurlijk paas ontbijten. Want ik heb die tas die daar staat. Natuurlijk niet voor niks gevuld. En alles in huis gehaald. Dus eerst ontbijten, dan fietsen. 'S middags eten we bij Pama. Gezellig. In ieder geval met Laura en Roy. Ik weet niet of Bies en Robert en de kinderen ook komen. Volgens mij niet. Nou ja, zien we vanzelf. En maandag ga ik naar Jeroen. Ook heel veel zin in. Dus lekker lang paasweekend voor de boeg. Met ongelooflijk lekker weer. Laat me even weten wat jullie gedaan hebben dit weekend. Want ja, het was natuurlijk zulk lekker weer. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal gedaan hebben. En dan ga ik nu lekker vlogjes kijken en niks doen. Ook lekker bijkomen van de fietsrit. Want het was toch weer 25 kilometer dat we erop hebben zitten. En dan op naar de dag van morgen. Een hele goede morgen. Ik weet niet wat ik heb, maar ik vergeet iedere keer te vloggen. Het is toch erg? Ik ben er gewoon niet zo mee bezig of zo, lijkt wel. Maar goed, jullie willen natuurlijk wel gewoon een leuke vlog zien. En logisch, ik heb een lekker zomers outfitje aan. Want ik ga natuurlijk vandaag naar Den Bosch en daar schijnt het 24 graden te zijn. Dus helemaal prima. Ik ga wel mijn spijkerjek zo even aantrekken. En ik ga zo eerst even die tas wegbrengen, want die zit vol met flessen. Dus die moet ik even naar en de glasbak en de Hoogvliet brengen. En ik heb net een foto gepost op Instagram. Als je me nog niet volgt daar, ik heet Hoi, ik ben Bianca. En kijk, dat is toch wel een aardig verschilletje, al zeg ik het zelf. Dit is van vorig jaar juli. Toen waren we in Spanje op vakantie. En die andere foto heeft mijn moeder net even genomen. Want die is net even geweest. Want toen ik gisteren thuis kwam, merkte ik al dat mijn gordijntje weg was. Ik heb hier zo'n gordijntje hangen naar het balkon, zeg maar. Maar omdat die plank nu hier ligt, die ligt er sinds mijn slaapkamer is veranderd, was dat gordijntje te lang geworden. Die hing helemaal op die plank. Dus mama heeft hem even mooi korter gemaakt. Ziet er toch ook weer netjes uit. Dus dat is fijn. Nou, ik ga even die flessen wegbrengen. En dan rond 11:45 rij ik hier weg richting Den Bosch. En dan zie ik jullie daar. Zo, ik heb de flessen weggebracht. En toen ging ik even een flesje water halen voor onderweg. Dat vind ik wel lekker. Zo ver is het niet rijden, maar toch, je weet het nooit.
En toen kwam ik dit blikje tegen. En ik ben echt een beetje een sucker voor dit soort dingen. Kijk, het is een doorzichtig blikje. Drinkalicious. Strawberry and watermelon. No sugar. Geen idee of het wat is, maar ik vond het zo'n leuk blikje. Dus dat ga ik nu even drinken. Samen met wat aardbeidjes. Heerlijk. En dan ga ik tanken en onderweg naar Den Bosch. Zo, en nou zou je denken, ze is daar. Dat klopt ook wel, want ik ben nog in Den Bosch. Maar ik ga ook alweer weg uit Den Bosch. Super leuke dag gehad met Chemene, maar er is gewoon niks van vloggen terechtgekomen. Ik merk dat ik dat dan toch lastig vind. En waarom? Omdat ik niet al lopend kan vloggen. Ik heb mijn beide handen nodig om mijn rolstoel te besturen. En als je dan ergens op het terrasje zit of wat dan ook, is het weer zo druk om je heen dat het ook niet handig is. En net waren we hier bij de rugbyclub in Den Bosch, want haar man die doet daar heel veel. En daar zaten we lekker op het terras en toen lag mijn camera nog in de auto. Sorry jongens, maar goed. Het is niet anders. Gelukkig hebben we nog 2 paasdagen over en wordt er nog genoeg gevlogd. Maar nu, voor nu ga ik lekker naar huis rijden. Het is nu 7:10. Ik heb mijn oortjes in. Helemaal niet de bedoeling. 7:10, dus ik vermoed dat ik rond 8:00 zo'n beetje weer thuis ben. Tot straks. Zo. Inmiddels al een poosje thuis. Lekker even mijn kloffie aan. Tenminste mijn slaapshirt. Ik heb de vlog voor morgenochtend geëdit. Die staat te renderen. Die wordt super leuk. Heel lang weer. Ik wilde dus eigenlijk die beelden van de weekendvlog die niet online is gekomen erachteraan plakken. Maar daar ga ik een extra video voor maandag van maken. Want anders wordt die wel heel erg lang. Dat zou ik zelf ook niet zo prettig vinden om naar te kijken. Dus dat doe ik dan niet. Mijn tafelkleed vanmorgen hangt al een beetje uit. Daar staan al wat spulletjes. Ik ga zo lekker naar bed. Ik wilde eigenlijk nog douchen, maar dat doe ik dan tot liever morgenochtend. En dan ga ik morgenochtend een paasontbijt in elkaar flansen. Helemaal zin in. Echt superleuk. Mijn ouders komen om 9:00. Vorig jaar had ik om 9:30 gezet. En toen weet ik nog, toen zat ik vanaf 9:15 al van nou, ik ben al helemaal klaar. Wanneer komen ze nou? Oh, en ik heb in Den Bosch nog wat gekocht. Ik heb kleding gekocht. Daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Ja, het is hier wel een beetje een zootje, jongens. Maar ja, boeien. Jullie kennen me nu langer dan vandaag. Het is wel vaker een zootje. Ik heb deze broek gekocht. Hoe ga ik dat het beste laten zien? Ik denk dat ik hem gewoon even zo neerleg. En dan even zo draai. Deze broek. Heel fijn ruitje erin. Hier. En dan grotere ruiten. En dan zo'n glimmende band erlangs. Bij Paprika met 50% korting. Dus toen was die ineens wel leuk te betalen, want Paprika vind ik een leuke winkel, maar best duur. En bij de CNA geloof ik. Ja, CNA, dit shirtje erop. Nou, je ziet het nu niet zo heel goed. Kijk of ik, ja, zie je? Er zitten ook glimmertjes in. Ik ben gek op glimmertjes. Dus dat wordt als het past, want ik heb het niet kunnen passen, maar ik mag het hier in Den Haag ook terugbrengen. Dus als het past, wordt dat mijn outfit voor morgen. Dus daar heb ik ook zin in. Nou, ik ga nog even wat drinken. Omdat ik moet wachten tot de vlog klaar is met renderen. Dan kan ik hem inplannen. En dan ga ik lekker naar mijn bed. Het was best wel een vermoeiende dag vandaag. Niet gefietst, maar wel aardig met de rolstoel gereden. Ook over echt hobbeltjes heen dat je denkt, moet ik ermee? En mijn haar is toch vet, jongens. Daarom wilde ik douchen. Maar goed, ik kan beter morgenochtend wassen. Want dan kan ik er gelijk daarna wat mee. Anders moet ik met natte haren gaan slapen. Daar heb ik eigenlijk ook niet veel zin in. En om nu nog te gaan staan feunen, denk ik ook van laat maar. Want het is al bij 10, geloof ik. Kwart over 10 zelfs. Nou, ik weet niet precies. Wat je hoort, is de droger. Die staat hier
dat is mijn badkamer. Daar staat de droger. Die staat lekker aan. Maar het licht kan wel even uit. Als ik toch niet ga douchen. En dan ga ik even kijken hoe ver de vlog is. Die is op 52%. Dus nou, hij is al over de helft. Ik zie jullie gezellig morgen weer. Tot morgen. Zo, een hele goede morgen. Vrolijk Pasen allemaal. Ja, voor jullie is dit natuurlijk al een week geleden. Maar voor mij is het nu eerste Paasdag. En is het 7:30. Best vroeg, maar ik ben al gedoucht. Ik heb mijn nieuwe... Oh, even deze opzij leggen. Mijn nieuwe outfit aan. Ik ben er echt heel blij mee. En vooral die mouwtjes. Met zo'n overslagje, ja. Ik kan hem straks nog even in de spiegel filmen als ik verder helemaal klaar ben. Maar ik ben er blij mee. Ik begin even met een klein kopje koffie. Want het is toch nog redelijk vroeg. Pa en ma zijn hier pas over 1,5 uur. Nou, ik ga er niet van uit dat ik er 1,5 uur over doe om mijn paasontbijt in elkaar te knutselen. Maar goed, even een kopje koffie. Dan ga ik hier de tafel leegruimen. Ik denk dat ik alles gewoon even op bed doe. Dat is het makkelijkste. Dan gaat het kleed er overheen. Al mijn versiersels en dingen gaan er overheen. Ik ga mijn mooie nieuwe borden gebruiken. Broodjes bakken, eitjes koken. Allemaal dat soort dingen. Koffie zetten. Nou, thee. Mama wil altijd thee bij de ontbijt. Gaat helemaal goed komen. Thank you.
Zo. Ik ben zo goed als klaar. Ik heb gevraagd of pa ma een half uurtje eerder wilde komen, want het is 8:30. En ik ben ook klaar. Alleen het beleg moet nog op tafel, maar dat doe ik op het laatste moment. En de eitjes zijn nog aan het koken, maar dan zijn ze lekker warm nog. Nou, ziet er wel gezellig uit, toch? Nu wachten op de gasten. Zo, nou, het eindresultaat hadden jullie al gezien. Maar inmiddels zijn er ook gasten aan tafel. Goedemorgen. Goedemorgen. Vrolijk Pasen. Leuk chocoburen die je uitnodigen. Ja, fijn, hè? Ja, hartstikke gezellig. Nou, eet smakelijk, hè? Weet je wat? Dan kom je vanavond maar bij ons heen. Oh, dat vind ik gezellig. Oké. Eet smakelijk. Zo, even die omhoog. Dat was een heerlijk paasontbijt. Inmiddels zijn ze alweer een poosje weg. En volgens mij had ik daarna niet meer gevlogd, toch? Of wel? Nou ja. Vlog voor morgen heb ik net geëdit. Die staat te renderen. En mijn vader belde net dat hij er klaar voor is. Dus we gaan lekker fietsen. We gaan samen. Ik weet niet of ik dat al verteld had. Maar mama blijft even thuis. En dan gaan we weer kijken wat voor mooie plekjes die allemaal kan bedenken. Ik heb voor de zekerheid wel een jasje aan. Want het is niet zo lekker als gisteren. Tenminste, het is heerlijk, maar niet zo warm als gisteren. Wel zonnebril op. En even mijn accu pakken en dan kunnen we gaan. Zo. En dan gaan we even Bianca inhalen. Geweldig. Ze doet goed haar best. Dag Bianca! En? Niet zo, hè? Ja, ik weet niet of ik je zo gekeken heb, maar. Ik denk het wel. Zo ben ik in ieder geval. Waar fietsen we? Ik ga op de Bodenbroek aan, maar ik ga achter je rijden, anders ben ik een vetvlek. Okay. Zo, nou, we zijn even aanbeland bij de Wollebrand. In, waar is het, pap? Honselesdijk. Honselesdijk. En ze zijn hier aan het waterskiën. Ik laat het even zien, want het is. Ja, het is zonder bootjes. Het is een soort kabelbaan of zo. Ja. Kijken of ik het zo kan laten zien, denk het wel. Ja, volgens mij zie je het zo wel. Wat gaaf zeg. En ik vertelde net aan papa dat ik dit ook wil gaan doen. Je hebt het namelijk ook zittend. Op een zitje, op een waterski. Ja, die gaat misschien over die... Oh ja, die gaat, kijk, die gaat stunten. 1, 2? Nee. Oh. 1, 2, er gebeurt niks. Maar dat gaat wel ziek hard zeg. Geweldig. Echt heel tof. Oh, dan kan ik een cameraatje opzetten. Een GoPro, dat zou heel goed kunnen hoor. Dat zou jij ook kunnen doen. Gaaf voor ja. Wil ik ook nog wat doen, maar ik wil ook een andere camera. Met dus veiligheid is dat ook. Het is een klein beetje. Kijk, misschien dat de haaien doet. Oh ja. Ja. Cool hoor. Ja, echt heel tof. Zo, we zijn aanbeland. Schipluiden. Hoe schattig dorpje is dit? Gemeente Midden-Delfland. Het is hier kostelijk fietsen, mensen. Daar zit mijn vriend. Schattige dijkhuisjes hier zo. Ja, dat is een lust voor het oog. Echt hoor. Kijk eens hoe grappig allemaal. Zo, ik ben weer thuis en mijn bril is kapot gegaan. Dus nu heb ik even mijn oude bril op. Of een oude bril. Dit is al wel een hele oude bril. De enige die ik kon vinden, maar daar baal ik wel van. Want het is echt mijn minst comfortabele bril. Maar goed. Ik vind hem ook niet zo leuk staan eigenlijk. Maar ja, maakt niet uit. Oh, 35 kilometer. Ik ben kapot. Ik kan niet meer. Even een stukje fietsen, zegt hij dan. Nou ja, was wel een toffe rit. Echt heel erg leuk. En dan kan ik met een gerust hart aan het paasdiner zo meteen. Oh, ik ben echt heel moe. Maar goed,
Ik weet ook niet of ik morgen nog ga fietsen. Maar goed, dat zie ik morgen wel weer. Je weet het niet. Misschien denk ik morgen wel. Oh, doen we even. Even zo doen. Ik ga naar beneden. Gezellig. Naar Pama. Laura en Roy komen ook. Zit mijn mascara nou weer overal? Nou, het valt volgens mij redelijk mee. Hopelijk ook wel weer een beetje kleurtje opgedaan. Want ik had die jas meegenomen. Nou, we waren hier de straat nog niet uit of die heb ik uitgegooid. Dat was best wel warm buiten. Lekker. Gaaf, hè, met dat waterskiën. Ik vond het echt heel tof. Ik neem jullie mee. Nou, ik ben al een poosje bij mijn ouders. We hebben net lekker in de zon gezeten. Zo tegen licht. Hallo. Hi. En kijk nou, ze hebben weer uitgepakt hoor. Dat kunnen ze wel. Vrolijk Pasen. Hoe is dat mopper op de achtergrond? Heerlijk allemaal vis. Sprot. En haaienbuik. En dit is volgens mij sprot. Dat is haaienbuik. Dat is garnaal. Dat is zalmbuik. Zalm. En wat dat is, weet ik dan niet. Makreel, denk ik. En zalmmama heeft zelf zalmsalade gemaakt. En kijk nou hoe leuk. Vrolijk Pasen eet. En op ieder glaasje een kuikentje. Boerenjongenssaus voor de rollade. Rollade met boerenjongenssaus. Mam, wat heb je weer uitgepakt? Ik moet even laten zien. Nou, het zijn niet zomaar half eieren, hè? Oh, echt waar? Oh, het zijn haasjes. Nou, kijk nou. Wat leuk zeg. Je hebt echt uitgepakt. Geweldig. Nou, dat gaat zeker lekker smaken. Zo, een hele goede morgen. Dat was super gezellig bij mijn ouders gisteren. En we hebben toch lekker gegeten. Het was echt heel lekker, die vis. En s'avonds hebben we nog een spelletje gedaan. Potje zitten kaarten. Tot een uur of 10:30, denk ik. 11:00. En ik was me een partij moe van dat fietsen. Oh, echt hoor. Ik voel hem nu ook nog wel. Maar nou, het valt me toch wel mee. Voor 35 kilometer fietsen zit ik er nog best goed bij, vind ik. En nu ben ik de mol aan het kijken. Want ja, daar had ik dus gisteravond... kon dat niet. En toen ik eenmaal thuis kwam, had ik er ook geen zin meer in. Ben ik eigenlijk gelijk naar bed gegaan. Dus het is nu 9:00. En ik heb al mijn ontbijtje op. Ik zit mijn laatste paaseitjes te eten. Want ja, morgen is het weer over. Hè? Dan mag het niet meer. Dus vandaag nog eventjes van genieten. Dan ga ik hier in huis een beetje opruimen. En dan check ik even of mijn ouders nog gaan fietsen. Want als ze dat wel gaan doen, ga ik denk ik nog wel eventjes mee. En anders niet. Nou, we zien het wel. En dan ga ik naar Jeroen vanmiddag. Daar heb ik ook heel veel zin in. Zo, inmiddels aangekleed. En ik heb net even in de familie-app gevraagd of er nog iemand gaat fietsen. Maar ze slaan allemaal over, wat ik heel logisch vind hoor. Dus ik ga zelf wel even een stukje fietsen. Maar ik ga twee dingen combineren. Want dan heb ik en een stukje gefietst en deze is kapot. Tenminste, deels kapot. Alleen één kant doet het nog, de andere kant niet meer. En ik zag net dat de Mediamarkt open is. Dus daar ga ik even heen om een nieuwe te halen. En als ik dan terug ben, is het zo langzamerhand tijd om naar Jeroen te gaan. Dus dat komt mooi uit. Het is nu 10:15. Dus ik fiets even naar de Mediamarkt op en neer. En dan zie ik jullie daarna weer. Zo, nou ik ben er. Hi. Hallo. En ik had de eitjes die ik meegenomen had nog niet laten zien. Maar ik heb de zakjes daar neergelegd. Zullen we ze proeven? Ja, goed idee. Waar heb je ze neergezet? Oh, daar. Ja. Die zijn voor jezelf, hè? Ja, het kleine schaaltje is voor mezelf. En die andere heb ik voor jou gegeven. En welke smaken zitten erin? Bij jou was het gin tonic en stroopwafel en tompoes. En in mijn bakje is gewoon melkpuree. Verschil moet er zijn. Ja, precies. Welke zullen we eerst doen? Ik ga voor de gin tonic, denk ik. Oké, wacht. Dan draai ik hem even om. Zo. Ga je gang. Heb je wel eens een passende eitje zien uitpakken? Dat gaan we nu zien. Ja, ik moet het met één hand doen. Dus dat is minstens zo vervelend. Oh, het zijn witte eieren.
Wat had ik? Dit is de gin tonic, toch? Ja, volgens mij wel. Dat zei jij in ieder geval. Ja. Dus dat ben ik gewoon... Ja, aan de kleur van het papiertje te zien, prima. Klopt het ook wel. Zijn er ware smaken die niet lekker zijn? Nou, ik vraag het me af. Ik vond hem in ieder geval apart genoeg om te proberen. Zo, lekker. Lekker? Zeker. Wat grappig. Hallo. Heerlijk. Is lekker. Inderdaad, fris. Dus de tonic proef ik wel. Of ik de gin nou echt, ja. Beetje. Ja, een beetje wel, hè. Grappig. Ja. Oké. Die is goedgekeurd. Kan je die opeten? En nu? Nu? Nou, stroopwafel of zo. Oké, dat is... Deze toch? Ja. Oh ja, kijk, er zit ook echt... Ja, ik weet niet, je kan het niet echt goed zien, maar dit moet een stroopwafel voorstellen, zeg maar. Ik moet het weer met één hand doen. Ik snap nooit dat je dat papiertje er niet echt één stuk af kan. Mensen die irriteren hebben ze dat gedaan. Nou, ik weet niet of ik hem nou zo lekker vind. Ik moet niezen. Oh. Gezondheid. Dank. Nou. Deze minder bijzonder dan die gin tonic. Minder lekker, hè? Ja, ik vind het ook minder. Nee. Ik vind het ook niet per se stroopwafel, trouwens. Nee. Maar het smaakt wel karamellerig, maar... Gelukkig zonder zout. Ja, hoezo, Lucie? Geen karamel zeezout? Nee, dat vind ik niet lekker. Nou, daar snap ik niks van, want dat vind ik eerlijk. Maar goed. En dan nu? De tompoes. Tompoes. Ik heb in ieder geval iets uit het chocolade kookboek gemaakt. Ja! Oh, ja, wat... Oh, met mijn mond vol eten is ook niet zo charmant. Wacht, eerst eitje eten. Het smaakt wel een soort zuurstof met chocola. Wel lekker. Ja, zeker. Maar niet bijzonder. Nee. Ik had het echt niet verwacht. Maar ik vind die gin tonic het lekkerst. Ik ook. Nou, hoe bizar is dat? Gin tonic is goedgekeurd en de rest eigenlijk ook. Ja, ik zit enorm met tegenlicht te filmen, maar goed. Ja, gin tonic is het lekkerst. Ja, en deze eitjes, dan mag je ook nog gewoon de auto rijden. Dat scheelt. Ja, dat scheelt. Je gaat niet een kacheltje lam naar huis als je een zakje op hebt. Misschien wel een beetje druk van de suiker of zo niet. Oh, maar dat ben ik al van mezelf, dus dat is niet zo erg. Nee, lekker. Zeker. Nou, verrassend. Waar ben ik? Oh, daar. Oh, ik had het beter zo. Zo. En of dat een verschil maakt. Sorry hoor. Nou, de gin tonic is goedgekeurd. Verrassende uitkomst, vind ik. En wat zei je nou? Je had uit het boek ja, van... Ik heb iets uit het chocoladekookboek gemaakt. Dat doet je. Ik heb zelf chocoladeijs gemaakt. Ben benieuwd. Of het gelukt is. Ja, ik ook. Nou, we gaan het straks zien. Trouwens. Zo, er is gekookt. En hoe? Wacht, ik ga hem weer even omdraaien. De kok, kan de kok weer even spreken? Het eten, zelfgemaakt bawi pangang met spijsboontjes en rijst. En dan nog een beetje groepoek erbij. En straks nog een heel lekker toetje, maar dat kan je nou nog niet zien. Nee, dat blijft een verrassing. Dus dit heb je allemaal zelf gemaakt? Dit heb ik zelf gemaakt. Nou, eet smakelijk. Ja, jij ook. Kunnen jullie de chocolademousse van de vorige keer nog herinneren? Nou, dit ziet er wel een beetje hetzelfde uit. Maar het is ijs. Dus ik ben heel benieuwd of het lekker is. Ja, ik ook. Ik heb jij eet gewoon uit de bak? Oh nee. Ik ben niet echt een pro of zo. Nou, ik ga even proeven. Lekker hoor. Maar het heeft inderdaad toch ook
De smaak van chocolademousse wel. Nou, dat klopt. Het zit ook ongeveer hetzelfde in. Alleen twee keer zoveel slagroom als bij chocolademousse. Ja. En nog apart suiker. En er zit rum in, een klein beetje. Oké. Okay. Het is warm gemaakt, dus de alcohol is vervlogen. Ik moet nog rijden, dus... Maar de alcohol is vervlogen. Oh, gelukkig. Ik wou zeggen, dan hou ik het gewoon bij de wijn die ik net op heb. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Nou ja, even een... Voor mij is die goed gekeurd. Ik kan er wel mee door. Ik vind de structuur een beetje apart. Net alsof je de gaten mee moet dichtsperen in de muur. Dat is wel waar. Zitten er nou ook iets van nootjes in of zo? Nee. Dan is de structuur wel apart. Want ik dacht dat het van de nootjes kwam die erin zaten. En er zit een vanillestokje doorheen geroerd. Die heb je eerst gemalen. Nee, die moet je afsnijden. Ja, nou, ik wou zeggen, dan kunnen die stukjes toch niet vandaan komen. Behalve als je hem klein gesneden hebt en er doorheen gemixt. Ja, maar dat komt wel van hier schaafsel uit. Ja, oké. Niet helemaal glad. Nee, dus maar. Nou, we gaan het even opeten, want ik vind het best lekker. Laat ik het nu een keer goed... Nee, dat werkt niet, want dan... En hoe was de chocolade ijs? Qua smaak goed, maar qua textuur vergt het nog enige oefening, dus ik moet gewoon dat vaker gaan maken. Ja, er zaten stukjes in en het waren geen nootjes, dat dacht ik. wat was het wel? Ik denk opgedroogde koeien. Melk. Oh. Toen hij dat eenmaal zei, dacht ik ook, oké, nou hoef ik ook niet meer. Inmiddels is het al een dag later, het is dinsdagmiddag. En ik wil de vlog alvast klaarzetten om na het kaarten te gaan editen. En ik denk, ik heb hem gisteren helemaal niet afgesloten. Wat suf. Nou, bij deze ontzettend bedankt voor het kijken naar deze lange weekendvlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Zo ja, doe je duim omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Ik heb toevallig vandaag de 220 gehaald. Dus daar ben ik super blij mee. En ik zie jullie in de volgende vlog. Doei doei!